Cultura Nova zocht dit jaar de samenwerking met het Jaar van de Mijnen. En veel voorstellingen hadden iets met de mijnhistorie van Limburg te maken. En die zijn eigenlijk ieder op hun hele eigen manier daarmee aan de slag gegaan. En dat is ook heel erg bijzonder dat die makers op heel verschillende dingen uitkomen dan. Hè. De jubileumeditie van het festival opende vorige week met een grote vuurwerkshow. 30.000 bezoekers kwamen naar het terrein van de voormalige Oranje Nassau Mijn 1 in Heerlen. Maar wat ik zo mooi vond was eigenlijk dat je toch die historie van Heerlen en de Parkstad met de Lange Lies en de Lange Jan, hè, die toch symbool waren voor die mijnen, hè, de glorietijd van de mijnen, dat terugkwam eventjes in Heerlen. Dat de mensen daar ook een hele mooie en bijzondere ervaring aan hadden. Dat had toch heel mooie theatrale effecten. Het was niet alleen maar mooi vuurwerk, maar het was ook heel erg dramatisch goed geladen. Nieuw dit jaar was de samenwerking tussen L1 en de Limburgse kranten. Honderden uren televisie, gemaakt door een gezamenlijke redactie van CNTV. Doordat er zoveel interviews zijn geweest, ook met makers en bezoekers, zie je ook de waarde, de maatschappelijke waarde van zo'n festival terug. Voor de medewerkers is het festival nog niet ten einde. Vanavond is er voor hen een feest in de Spiegeltent.